Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier op de vroege ochtend, ja, 10:30, ben ik hier vandaag om jullie uitleg te geven over hoe je deze kleurrijke titels kunt maken in je Minecraft werelden mappen, zoiets. Dus zoals ik hier heb gemaakt is namelijk met die rare winkelende dinger en morden en adventure in het rood en dan weer aan het geel weer die winkelende, ik weet niet hoe het heet. Dan heb je hier een roze of paarsachtig, ja. Roze, weer een rood en dan een groen handboek voor beginners. Nu ik ga het jullie laten zien hoe je dit doet. Oké, en ik ben op internet gekomen en dit is namelijk hetgeen wat je moet afhalen. De MBT editor voor Windows en Mac. Dus de MBT Explorer, zo heet het apparaat, MBT Explorer, is gewoon een klein mapje. Nu, daar kom ik zelfs bij, want ik heb iets ontdekt. Ik was op Twitter aan het rondgaan. En op Twitter zag ik al, it's all over boys, apparently I lost my entire subs, zoals je kunt zien. Dus ik ging ook eventjes naar mijn YouTube en op een of andere reden zegt YouTube dat ik, bam, 0 abonnees had. Ik had 0 abonnees en in één keer min 324 abonnees, min 296 abonnees. Ik ben eigen, wat is hier gaande? Maar toen zag ik hierboven, subscriber data is wrong voor augustus de 17e. Maar het is de 20e al. Ik weet niet wat er gaande is, maar YouTube, merci zeker. En ook is er een nieuwe snapshot uit. Ook eventjes voor begin, snapshot is een nieuwe uit, 15W34A. Dat is weer een nieuwe, maar daar kom ik nog niet bij. Dus ja, als eerste MBTX Explorer moet je dus gewoon downloaden op deze website. Dit is de juiste website, want sommigen die zeggen de verkeerde. Je moet hier ergens op downloaden. Ja, hier. Download Windows versie 2.7.6. Ik heb nog een oudere versie volgens mij, maar dat zullen we wel zien. En welke website ik jullie ook nog ga doorsturen is namelijk deze website. Hier staan alle kleuren in die je nodig hebt. Plus hier aan de zijkant kun je ook nog zien welke de tintelende kleuren zijn. Oké, en ik ben in mijn map aangekomen en hier zie je dus MBT Explorer. Deze is nu al, dat is toch van de 5e maand, dus dat is nog niet zo oud. En dit is dus eigenlijk hetgeen wat je moet hebben. Dus je Minecraft zelf moet je eventjes gewoon naar het hoofdmenu gaan. Dat is het enige wat je kunt het op laten staan, gewoon naar het hoofdmenu gaan. Nu ik ga heel eventjes kijken, jullie gaan het niet zien. Oké, ik heb snapshot 15W31A nog niet in kleur gezet. Dus als ik deze in kleur wil gaan zetten, dan doe ik als volgt. Ik duw hier op het plusje, dan krijg je al deze boekjes. Als volgt moet je gewoon naar level.dat gaan van de data. Dus het enige met dat bruin kistje. Dan doe je ook op plus. Dan op het data 39 entries. Doe je ook op het plusje. Ga je helemaal naar onder en ergens, ja, hier. AA level name snapshot 15W31A. Als je hier op dubbelklik krijg je een ander kadertje en dat is dit. Nu, de naam kun je laten staan. Maar als je bijvoorbeeld van dat geribbeld gedoe van voorbeeld hebben, ga je even naar de website. En hier kun je zien dat er K staat. Dus wat gaan we doen? We gaan hier voor K typen en dan bijvoorbeeld een tekst lol spatie. Maar wat je dan moet typen is wel specialer, dat is namelijk R. En R betekent reset, zodat de rest ook niet. Of wacht, hè, low R. Ja, snapshot, zoveel. Nu, als je bijvoorbeeld dit ook een bepaalde kleur wilt hebben. Oké, eventjes, ik was nog iets vergeten. Ik dacht er juist aan. Maar je moet dan ook nog het speciaal. Dit tekentje ervoor zetten. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit tekentje moet je ervoor zetten voor de K en voor de R. En dan pas reageert het als echt iets. Nu als je bijvoorbeeld een kleur wilt en ik wil goud bijvoorbeeld, zet je weer dat raartekentje wat namelijk bij de 6 staat, op je toetsenbord, dat raartekentje en 6 dan, heb je goud, heb je snapshot zoveel. Ik doe bijvoorbeeld op oké, dat wordt aangepast en je doet hier gewoon op opslaan. En dan gaan we eens terug naar Minecraft gaan. Oké, dan ben ik terug bij Minecraft gekomen en ik ga hier eventjes naar singleplayer en hier kun je dus zien dat hier staat dat winkelend gedoe met lol eigenlijk en snapshot en kleur. Nu, ik ga eventjes terug naar mijn gewoon scherm en Frap staat nog open, joepie. En hier staat dan in de tekst namelijk dat ik een spatie heb gezet. Dat klopt, er zat inderdaad een spatie tussen, dus die kun je weghalen. Die twee spaties kun je weghalen. Je kunt ook het voorste een kleur geven, maar allemaal met die formatting code. En het is eigenlijk zo simpel. Dit is het. Dit is gewoon hoe je je tekst moet. Nu ja, voor de rest wat ik nog moet zeggen is dat er. Nu voor de rest wat ik nog moet zeggen is gewoon dat ik de links in de beschrijving ga zetten van al het wat je eigenlijk allemaal nodig hebt.
Even kijken van wat een knopjes. En ja, wat ik ook nog wil zeggen is, YouTube zal wel juist zetten, zeker. En van een snapshot komt ook wel misschien nog eens een video. Zullen we wel zien, dus doei tot de volgende keer. Bye.